Goedemorgen! Good night, then. Begint de nieuwe. Hij heeft echt amper geslapen. Gaat het goed? Ja, gaat wel goed, hè. Ik heb mezelf nog niet eens gefilmd. Goedemorgen, jongens. Echt heel vroeg. Ik ga nu even op zoek naar Emine. En daarom ben ik nu zo blij dat ze mee is. Want dan heb ik tenminste, als Lissy geopereerd wordt, een maatje. Want ik vond het echt heel erg eng alleen. Maar ook omdat ik natuurlijk gewoon Turks spreek. Dus altijd fijn om gewoon bij mij is. Ja, ik zit trouwens echt helemaal onder de muggenbulten. Echt. Ik heb op één been denk ik wel 10 muggenbulten. Dat is echt zo irritant. Waar is Eminem? Waar is Eminem, man? Ik heb me zo snel klaargemaakt dat ik hier nog een dat jullie hier nog mijn BH-bandjes eronder zien. Wat een voor schut. In ieder geval, Nessie wordt trouwens geopereerd door dezelfde arts die mijn neus heeft gedaan. Dat is dokter Eep Boskert. En ja, hij is gewoon fucking goed in zijn werk. Dus Nessie gaat daarheen. En ja, Nessie heeft natuurlijk wel wat een pittiger neus. Dus het kan zomaar zijn dat Nessie wel tampons krijgt, want die heb ik niet gekregen. En Emin heeft haar neus ook bij hem gedaan en zij heeft ook tampons gekregen. Dus ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar als ze tampons krijgen, dan krijgen ze de siliconen tampons. Maar we hebben zo eerst een consult, heel vroeg. En een uur later wordt hij al geopereerd. En hij wordt geopereerd in de Memorial ziekenhuis, hè. Daar is Emin aangeschoten voor je. Ik vertelde net dat jouw neus ook door hem is gedaan. Dus nu zie je die twee neuzen gewoon die door hem zijn gedaan. En dan straks Nessie ook, hè. We zijn er, jongens. Het is hier echt mooi, hè? Mm. Ja. Zijn kantoor is echt mooi, man. Ik was natuurlijk naar een andere vestiging gegaan in Istanbul, maar deze is echt mooi. Met onze net wakker hoofden. Ja, echt in mijn hoofd. En ze heeft dus net foto's gemaakt. Maar hij heeft dus nog niet de consult gehad. Nee, die gaan we zo hebben toch? Het grappige is als je deze vlog kijkt over een paar jaar. Dat je je oude neus ziet. Zo, ja man. Your job. Hm? Your job. Uitkering. Ik ga nu even naar zijn neus kijken. Operation takes 2 hours. Mm-hmm. After operation, I don't use package or tamponade inside of your nose. You can breathe through your nose. Mm-hmm. You won't feel much pain after operation, but you feel you get cold. Sometimes sneezing is normal. There will be swellings around of your eyes. What is the problem with my nose? Like, is it because I had like a fight 3 years ago? Mm-hmm. Is it like still broken or it's is it broken from? Your bone and cartilage deviation inside. Okay. Breathing problem is caused from cartilage deviation and your conchas are hypertrophied out of peak. Mm-hmm. We will make smaller. I use laser for this and I use closed technique in my operation. I don't cut here. There won't be any incision scar. I use this plastic mold for 1 week. Mm-hmm. Then I remove this. After I remove this, you will be very relaxed. Your appearance will be better than now after 10 days. Okay. But there will be some swellings and those swellings will pass in 6 months, maybe 1 year. Okay. But after 10 days, strange people can't understand you had operation. Mm. And is my face gonna swell here? For maybe 2 or 3 days, there will be some swellings. Okay. But after 10 days, your breathing will be better than now, and your appearance will be better than now. Okay, good. And I will show you your 3D simulation. Mm-hmm. This is not exactly the result, but it's similar. Can you doctor yourself naar de operatie brengt?
Jongens, we zijn aangekomen in zijn kamer. Daar ligt hij. Zin in? Ja, ongelooflijk veel zin in. Live. Ja, hij doet je best. Jongens, Nessim is de operatiekamer binnen. Volgens mij krijgt hij nu zijn narcose pas, hè? Ja, klopt. Hij was heel erg gespannen voordat we hem verlieten, maar... Nu ben ik eigenlijk vooral heel zenuwachtig, omdat ik nu zeg maar op hem moet wachten. Ik hoop dat alles goed gaat natuurlijk, maar het, daar heb ik wel vertrouwen in met deze arts, als ik heel eerlijk moet zijn. Dus ik hou jullie even op de hoogte. Ik en M&M gaan nu even chillen. Voor zover wij kunnen chillen. Hij moet ook een beetje ontspannen. Ik ben ook eigenlijk... zitten. Juist. Kijk, ik ga het tafeltje van een zuster even gebruiken om erop te zitten. Ik moet even mijn tijd even heel goed benutten tot Nessie weer uit de operatiekamer is. Wij hebben lekker eten gekregen van het ziekenhuis. Kijk, het eten is gewoon lekker. Hè? Kijk, je krijgt gewoon een stoofpotje met lam, aardappel en wortel. Broodje met linzensoep. Oh my god. Een salade. Die is wel een beetje karig. En dan hebben we hier nog een toetje. Nou, dit is toch geweldig. Ik heb operaties, die op achtergrond. Ik heb even afgesproken om hem niet zeg maar volop te gaan filmen. Dat vind ik niet zo fijn. Ik vergeet soms echt helemaal om te vloggen. Maar inmiddels is Nessim al geopereerd. Hij is nu lekker aan het uitrusten. Hij heeft al een kwartiertje ijs op zijn neus gehad. En nu ligt hij te slapen. Dus zijn we even naar onderweg gegaan. Om even een theetje te drinken. En even om te eten. En daarna gaan we even naar boven. Waarschijnlijk ga je vanavond naar het hotel weer, hè? Ja. Dan blijf ik met Nessim hier even één overnachting. En morgen gaan we weer lekker richting het hotel. Even rustig aan doen, uitrusten. En over een week weer terug. Dat is een beetje de planning, maar het gaat heel goed met hem. Hij was wel echt heel erg moe erna. En we hebben even gekeken in zijn neus, maar volgens mij heeft hij dus wel tampons gekregen. Had je nog een vraag? Volgens mij heeft hij dus wel echt tampons. Dat zag ik wel. En zijn neus ziet er trouwens echt heel goed uit. Nu al. Normaal gesproken na de operatie heb je best wel een wipneus. Maar het is gewoon na een paar maanden al een beetje naar beneden gaat. Maar ik vind dat hij nu al echt goed eruit ziet. Het staat gewoon echt mooi recht. Dus daar ben ik echt blij mee. Hij gaat eindelijk eten. Hij is een beetje wakker, Nes. Eindelijk. Eindelijk, Kenny. Oh, Nes is nu lekker rustig aan het eten. Hij proeft alleen niet zoveel, dus hij vindt het niet zo heel erg lekker. En hij eet wel echt met moeite, Enes. Ja. Hij heeft een beetje druk op zijn hoofd, een beetje hoofdpijn. En hij heeft vooral op de plek waar hij zeg maar echt dat potje zeg maar had, heeft hij echt heel veel pijn of druk ervaart hij. Voor de rest gaat het goed, maar ja, dat is gewoon een normale eerste dag. Eigenlijk is de eerste en tweede dag eigenlijk het kutste en daarna... gaat wel wat beter. Op zich is zijn hoofd ook niet heel erg opgezwollen. Maar hij begint hier een beetje zo blauw te worden. Ik denk bij deze ook de vlog afsluiten. Amy is alweer naar het hotel toe en ik blijf hier slapen. Dat is mijn bedje. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. En dan hoop ik dat Nessim zich iets beter voelt. Dus bedankt voor het kijken. Doei, tot morgen.